Hey beste mensen, ik dacht ik maak maar even een video, want het is alweer even geleden. Het heeft ook een reden dat het even duurde, nou ja, dat het even duurde dat ik een vlog maakte, zeg maar, want ik heb zeg maar privé gewoon een beetje een klein tegenslagje of een flinke tegenslag gekregen. Ik heb namelijk, zoals de titel misschien al doet vermoeden, de diagnose slaapapneu gekregen. Slaapapneu is een ernstig probleem. Het kan zorgen voor diverse problemen en je gaat minder goed door functioneren. Zeg maar, misschien weet ik veel. Ik stond al jaren meestal wel op met hoofdpijn, zeg maar. En het zorgt ervoor dat je overdag wat meer vermoeid bent. En dat is. Kan gewoon heel vervelend zijn. Uiteindelijk kan het ook zorgen, als je niets doet aan slaapapneu, dan kan het zorgen voor een hoge bloeddruk, hartaanvallen, hartfalen. Ik lees ondertussen wat ik zie op mijn scherm. Hartritmestoornissen, beroertes. Nou ja, je kan er door aankomen. Diabetes, depressies, vergeetachtigheid. En nou ja, ongelukken in het verkeer staat er ook bij. Het is namelijk zo. Ik was op vakantie naar die cruise waar ik ooit een video van heb geüpload, zeg maar. En toen was ik met de familie, zeg maar, een nachtje dat ik dat 2 nachten in dezelfde hotelkamer sliep. En toen is het ontdekt. Want mijn vader die heeft ook slaapapneu. Zelfs nog milder dan ik. En toen ontdekten ze dat ik het ook had. Bij slaapapneu stokt je adem. Je spieren hier zijn niet sterk genoeg. Je hebt twee soorten slaapapneu. Je hebt OSAS. Dat is obstructieve slaapapneu syndroom. OSAS. Of je hebt centrale slaapapneu. Dat betekent dat je hersenen een niet goed genoeg signaal geven naar je lichaam om te blijven ademen. Bij OSAS zit er gewoon een blokkade hier ergens. Dus dat is wat ik heb. Wat doe je met OSAS? Nou ja, er zijn bitjes voor. Maar wat je meestal krijgt, dat is een CPAP. En die laat ik zo meteen zien, want die heb ik ook, natuurlijk. CPAP is dat je eigenlijk ademondersteuning krijgt. Je krijgt een masker voor je neus of voor je hele gelaat. En ja, daar slaap je dan mee 's nachts. Excuses trouwens, ik merk dat er wat met mijn stem aan de hand is. Maar ik wilde deze video gewoon even gemaakt hebben. Dus, nou ja, in een nutshell, dat is slaapapneu. Zeg maar, je krijgt een slaaptest uiteindelijk, want je gaat naar de huisarts. Stuurt je door naar de neuroloog en het slaapcentrum. En dan uiteindelijk komen ze achter van, ja, jij hebt slaapapneu. Milde slaapapneu is tussen de 15 en de 20 stops. Zware slaapapneu is meer dan 30. En ik heb, als ik niks op heb, zeg maar 65 stops. Met een gemiddelde stop van 30 seconden. Dat is niet heel goed. Dat is niet goed voor je. Zoals ik al zei, ik heb altijd al een beetje wakker geworden met hoofdpijn. Maar goed, je went eraan. Maar het is niet goed voor je lichaam. En je weet hoe dat gaat uiteindelijk. Dan stort je dus in. Nou, in de afgelopen 8 jaar. Nee, ja, 9, 8 jaar ben ik 2 keer ingestort. Eén keer toen ik net ging werken bij Werksen. En de andere keer was het dus vorig jaar ergens. Een burn-out krijg je dan.
Nou wil het geval dat omdat ik autisme heb, zeg maar, ook dat je daarmee een verhoogde kans hebt op burn-out. Dus ja, waar ligt het aan? Hè? Je weet het niet. Anyway, ik ga even die CPAP laten zien. Je hebt er verschillende hoor, maar daar maak ik nog wel een keer een andere video over. Maar, dit is het CPAP apparaat. Even kijken, ik ga even camera, kan de camera niet draaien? Volgens mij, nee. Anyway, dit is het CPAP apparaat. En dit is dus het masker wat ik op mijn hoofd heb. Ik zal hem wel even opzetten, dan weet je ook gelijk hoe dat eruit ziet. Momentje. Doe even wat voor jezelf. Hij zit vast met de magneetjes. Tada. Nou, dan kan ik hem wel even aanzetten, maar dan kan ik moeilijker trappen. En dan lig je dus. Dan lig je dus zo. Nou. Ik zet hem even uit. Vandaar ook dus de titel van deze video. Slaapapneu is no joke. Dus nou, de reden dat ik natuurlijk dan weer deze video maak is omdat ik ben voor openheid en dat soort dingen. Ik blijf gewoon verder wel positief in het leven staan. Maar ja. Kijk, als ik hier dus niet, als ik dus niet dit ding gebruik. Je hebt ook nog trouwens een andere oplossing, een nieuwe oplossing. En dat is een tongstimulator. Ik zal hieronder een linkje plaatsen naar de video die daarover gaat. Dan krijg je ook weer een betere uitleg als je die van mij niet begrijpt. Dan zie je ook gelijk wat dat ding doet. En dan hoef je dus geen masker. Helaas komt dat niet bij mij, omdat de blokkade op de verkeerde plek zit. En ik weet ook al, dat is dan voor andere mensen, dat als je te zwaar lijvig bent, dan krijg je hem ook niet. Dus dan moet je eerst flink afvallen. Slaapapneu kan trouwens verdwijnen als je afvalt. Maar dat is niet bij iedereen. En ik weeg nu al gewoon 85 kilo, dat is prima voor iemand van mijn lengte, 1,85 meter. Dus mensen, je kan begrijpen, ik heb het daar een beetje moeilijk mee. Maar goed, ergens in mei krijg ik een neusmasker en misschien gaat dat beter. Dus... dan weten jullie hoe het zit en dan weet ik, dan ben ik het maar kwijt. Jongens, tot de volgende video en wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen.